Hoi. En, sorry. Nou, dit is Dansschool Oostveen. En hier trainen wij al vanaf het begin. Het verhaal gaat dat Toon Hermans hier zijn shows heeft voorbereid. Dus een historische, bijzondere plek. De eerste dansshow hebben we overleefd. Het is hier maandag en gisteravond, echt waar, de dag na de eerste liveshow, stonden Pascal en ik alweer in de dansschool om een nieuwe choreografie door te spreken. En te oefenen. Dus de gaten en ze stinken. Doe je echt deze sokjes aan onder je dansschoenen? Zo zeggen? Nou, dit zijn mijn schoenen. Smelly cat, smelly cat. Ze stinken en ze zijn vies. Nu al. Hard gewerkt. Sabien, wat is er gebeurd? Ik ben uitgegeven. En dat doet mijn voet pijn. Ik wist niet dat hier nog iets zat in mijn voet. Maar er zit iets wel in mijn voet en het zit wel niet goed. We waren aan het dansen. En het is hier glad op de vloer. En toen gleed Sabien uit. En toen heb ik haar proberen vast te houden dat ze niet ging vallen. Toen heeft zij zichzelf een beetje proberen op te vangen op haar voet. En toen is het fout gegaan. We hebben nog een paar dagen de tijd om een totale dans in te zien. Neem me serieus? Serieus? Ik weet niet of we kunnen gaan dansen. Ik woon nu Rick Jansen op. Waarom? Nou, voor de fysiotherapie te regelen. Ja, the show must go on. Ja, inderdaad. We hebben gewoon geen tijd voor dit soort onzin. Nee, Sabine. Maar ja, dat kan gebeuren. Oké, we gaan gewoon hopen dat morgen na een rustdag een fysio dat het inderdaad weer iets beter gaat. Rustdag? Ja.